Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Politiek Den Haag wilt, want let wel, we praten niet over Nederlanders, want ik haat geen Nederlanders. We praten over Politiek Den Haag, let wel. Als je ziet wat Politiek Den Haag dan doet, vervolgens zetten ze op een aantal militairen om Aaron weg te halen, te koepen. En kennelijk was daar de afspraak met de militairen, koepen terug naar de kazerne. Maar toen ze dus niet naar de kazerne gingen, kreeg je eerst Ormskerk, die hier werd gestuurd om te koepen. Dan werd ondersteund Rambokus-Houkerkoep. En als dat niet voldoende was, werd er een regime change gepland vanuit het buitenland in december 82. Wat is voorkomen met de gebeurtenissen van 8 december. En als dat mislukt, wordt er een binnenlandoorlog gefinancierd. En iemand die hier als crimineel bekend staat, vervolgens tot een held gecreëerd. Maar als je al die miljoenen ontwikkelingshulp krijgt, gratis geld om het even zo te noemen, dan hoe makkelijk is het dan niet om de koers stabiel te houden? Maar hebben we iets gedaan aan de eigen productie? Hebben we iets gedaan om die samenleving bij elkaar te brengen, te organiseren en te versterken? Hebben we iets gedaan aan een lange termijn ontwikkeling waar we met dit land naartoe gaan? En dan vlak voor de verkiezingen wordt Viso 1, ondanks dat IMF zegt, niet doen, want dat gaat een druk uitoefenen op jouw tekorten, op jouw begroting. En je ziet dus dat men het toch doet. En als regering Wouters 1 overneemt, en we vergeten dat vaak, is die SED al onder druk. En er is zelfs sprake van dat de binnenlandse schuld, toch de wet op de staatsschuld, wat door Front was neergezet in 2000 na het debakel van de regering Weidenbos, dat het lichtelijk de binnenlandse staatsschuld lichtelijk was overschreden. En er was nog een discussie, want dat is dan ook die manipulatie die had plaatsgevonden. Men had de BBP, omdat dat vanuit het ABS werd opgezet, BBP een beetje omhoog geschroefd. En vlak na de verkiezingen, als het voorbij is, zie je dat ABS de BBP, het binnenlands bruto product, omlaag brengt. Eerst investeren, gebruik maken van je eigen opties en mogelijkheden. Niet zomaar, want de PALU had toen ook voor het zeggen, toen staatsolie werd opgericht. En toen ze in hun banier, hun lijfspreuk, hun bedrijfspreuk was, geloof in eigen kunnen. Niet zomaar is dat ontstaan. Niet zomaar is in ons verkiezingsprogramma van 1977 staat een gedicht. En een van die versen is dan, wat we zullen zijn is wat we van onszelf zullen hebben gemaakt.